De 19-jarige Tilburger Tuur Mevis heeft maar één doel. Doorbreken als artiest. Hij schrijft al sinds zijn 15e rapteksten en heeft nu een stuk of 10 nummers op Spotify staan onder zijn artiestennaam Mevision. We spraken met hem over zijn muziek en zijn toekomstdromen. Sometimes I feel like I was born to be by myself. Sometimes I feel like I was born to live in a shell. Because from my point of view, the environment is living hell. The people I've met are the ones that have made me. But it was all made me crazy. De dingen waar ik over nadenk, waar ik het gevoel had dat mensen van mijn leeftijd toen niet over nadachten. En ik had gewoon het gevoel van, dat gaan mensen toch niet begrijpen, dus ik hou het gewoon voor mezelf. En toen ik begon met schrijven, tot mijn 17 of zo, het enige wat ik deed was gewoon schrijven. En gewoon naar school, thuis komen schrijven. En gewoon, ook ik vertelde ook aan niemand dat ik met die muziek bezig was en zo. En de hele tijd maar met die visie op die toekomst van, uiteindelijk zal het zo zijn, of je ziet gewoon, iedereen die ergens wil komen, ziet dat plaatje voor zich van 10.000 mensen voor je. En omdat ik een sterke visie had in dat opzicht, heeft het me altijd gemotiveerd gehouden. En had ik ook geen steun van buitenaf nodig, omdat ik dacht van, ja, ik heb wel gewoon de mogelijkheid om zoiets te bereiken. Op het begin zijn het gewoon super oppervlakkige dingen, want ik schreef gelijk in het Engels. En als je gewoon Nederlandstalig bent en je hebt er gewoon geen ervaring in, dan ben je gewoon niet in staat om super inhoudelijke Engelse teksten te schrijven die ook nog eens vloeiend rijmen. Maar om simpelweg de reden dat ik zelf alleen maar Amerikaanse muziek luisterde. En dan ben je dan geïnspireerd door, dus dan ga je dat gewoon doen. En ook als ik in het Engels rap of zing of wat het dan ook is, gewoon in het Engels iets uitbreng, dan voelt het eerlijk gezegd minder direct. Dus ik durf persoonlijker te worden als het Engels is. But my mind is not the same, so it all changed. Different view, different sky, different tingle in my eyes. Different view on what is right, different rules for living. Maar ik zie mezelf meer als een filosoof die muziek maakt dan een rapper die iets te vertellen heeft. Ik denk altijd heel veel na, ook op de middelbare school. Keek ik altijd om me heen en ik deed altijd alles in mijn eentje. Ik ging me gewoon afsluiten, ik luisterde muziek en ik ging een beetje tekst schrijven. Ik had vaak het gevoel in de les dat ik nuttiger bezig was als ik niet oplette en gewoon bezig was met schrijven, dan dat als ik wel oplette en eventueel een goed punt haalde. Ik schrijf wel bijna iedere dag. Eigenlijk al mijn emoties en alles wat ik meemaak. Gewoon mijn omgeving en mijn visie op bepaalde dingen. En vaak ook uit frustratie, uit waardering en uit... Ja, gewoon allemaal persoonlijke dingen. Ik hou niet zo van over maatschappelijke dingen hebben, want dan zit er echt een goed of fout aan. En echt een beoordelende factor aan. Terwijl als je het over emoties hebt, dan kun je nooit fout zijn, want dan is het heel persoonlijk. Jawel, eerst stond ik daar nog niet zo bij stil. Dacht gewoon, ja, Mevision. Gewoon een naam, maar uiteindelijk kom je erachter dat het wel gewoon echt een hele andere kant van mezelf is. Ik ben ook bezig met een album die waarschijnlijk gewoon Tuur gaat heten, of Tuur Mevis. Dat is mijn echte naam is. Omdat ik wel een duidelijk onderscheid wil maken tussen de artiest Mevision en de persoon Tuur. En dan wil ik de nummers die onder het album Tuur vallen, dat ze gewoon zo puur en persoonlijk en grenzeloos overkomen als maar zijn kan. En vooral dan op emotioneel vlak en op recht vlak. Ik werk met meerdere producers samen. Mijn plan is om over 1 of 2 jaar volledig mijn eigen muziek te maken. Alleen ik moet daar wel echt nog veel in leren, want ik ben nog niet op een level dat ik echt mijn eigen muziek kan schrijven. In Nederland is de echte top, zijn wel echt gewoon over het algemeen clubhits en Moematon en trap. Dat is wel echt gewoon de top, zeg maar. En dan praat ik vooral over streams. Maar bijvoorbeeld artiesten als Fresco en Opgezwollen, Rico en Styx en Mokromaniac, dat zijn artiesten die ik echt super erg waardeer. Ik ben ook echt heel erg fan van hun. Maar ik heb het gevoel dat hun niet de commerciële waardering krijgen die ze naar mijn mening zouden moeten krijgen. Je ziet wel in Amerika dat die oprechte boodschap meer gewaardeerd wordt dan in Nederland. Dus in dat opzicht heb ik het gevoel dat een Nederlandse luisteraar daar wel iets meer voor open zou kunnen staan. Voor die echt, of meer op zoek kan gaan naar die echte inhoud in plaats van teksten over materiële dingen.
Every morning on the train, nobody even talks. Trust me, it's the cell phones keeping us apart. I take a look around the speculators living in the dark. Ik probeer zoveel mogelijk op mijn eigen manier muziek te maken. En ik heb het gevoel dat het op korte termijn lastiger is, omdat mensen niet gewend zijn aan nieuwe dingen. Maar ik denk op lange termijn, als je kijkt naar alle grote artiesten, waren hun ook allemaal op het begin artiesten die een eigen stijl hadden. En mensen moesten ook wennen aan hun geluid. Maar als je uiteindelijk echt je eigen stijl hebt, dan heb je op langere termijn meer kans, denk ik. Een plan B leidt alleen maar af van plan A. En als je al überhaupt een plan B in je achterhoofd hebt, dan ben je naar mijn idee al kansloos. Gewoon go with the flow. Dat probeer ik mezelf meer aan te leren. Gewoon muziek maken, niet te veel erbij nadenken, gewoon muziek maken. Dingen doen, doen wat je moet doen, stappen maken en wel kijken waar je terechtkomt. En dan hoop ik dat de omgeving daar op een positieve manier op reageert, dat ik uiteindelijk ook mijn werk van kan maken en mensen kan inspireren met hoe ik over dingen nadenk. En dat mensen zich daar ook aan kunnen relateren, hopelijk.